Het was een avond vol weerzien afgelopen vrijdag toen de vrouwen van Achilles op bezoek kwamen bij die van PSV. Vier speelsters van Achilles, die kennen we nog uit hun tijd bij PSV met Kika Vernes, nu aanvoerder van Achilles. Als de meest belangrijke die het meest heeft betekend voor PSV. Daarnaast ook Mutsaars, Van der Laan en Verhoeven die weer terug zijn op het oude nest. Vooraf allemaal lief en leuk, maar het gaat natuurlijk om de punten. En die heeft PSV hard nodig. Wil het in de top 4 blijven dat uiteindelijk de kans biedt om in de kampioenspool te gaan spelen. De play-offs aan het einde van dit seizoen. De kansen die zijn er in het begin voor allebei de ploegen. Eerst voor Van de Wetering en hier voor Achilles van Bonita Teunissen. Maar PSV die komt wel ietsjes beter in de wedstrijd. De wedstrijd is niet hoogstaand. Maar PSV krijgt dus wel kansen. Hier Koopmans wil die bal afspelen. Die ziet geen ruimte. Probeert het dan zelf over het doel van Renate Verhoeven. Het waren eigenlijk de enige hoogtepunten uit die eerste helft. De tweede helft is niet heel veel beter. Maar toch nog een goede kans voor Siska Volkertsma. En zo de redding hier weer van de keepster van Achilles. Dan een slippertje achterin bij PSV van Schijndel. Te kort terug. En dan krijgt Teunissen de kans om de wedstrijd open te breken. Die doet dat niet. Maar PSV is wel gewaarschuwd. Achilles staat laag op de ranglijst. Maar zeker in deze wedstrijd is het een ploeg om rekening mee te houden. Hier is het weer Bonita Teunissen. Veruit de gevaarlijkste vrouw aan de zijde van Achilles. Door de benen van Moraes. Nog iemand voorbij. Dan krijgt ze daar de kans om die bal af te spelen. De counter voor PSV. Het is rommelig. En hier dan een hele grote kans voor Achilles. Maar die bal van Joy Kersten, die gaat op de paal uiteindelijk in de handen van Angela Christ. Het is slordig, dat ziet ook Nibosja Vukovic, probeert iets te verzinnen. Maar dat lukt niet echt. Met grote kansen krijgt PSV alleen nog in blessuretijd. Jesslyn Kuipers tegenover Demi Termaat. Die is er voorbij met een beetje geluk op de paal in de handen van Verhoeven. PSV komt niet verder dan 0-0 tegen Achilles 29. Het kan dat een van mindere wedstrijden is, maar dat is wel uitstekende punt. Want met die punt gaan wij stap vooruit. Gezien dat de opvolging is verloren. Maar in ieder geval sowieso mager. Want wij zijn zichzelf niet beloond met 2 punten extra. En dat is wel extra pijnlijk. Hoe zat je de laatste minuut op de bank? Want eerst stonden jullie heel erg onder druk. En die laatste minuten, zeker in blessuretijd, kregen jullie de grote kansen. Ja, dat was wel hoop en verwachten geweest om te scoren. Maar goed, dat blijft uit. En dan, dan moet je eigenlijk zich tevreden stellen met punt. En dat rest is verloren. En jammer genoeg, maar focus op andere wedstrijden.